Het project Food Second Life is natuurlijk enorm innovatief. Je moet moed hebben en je moet lef hebben om dit op te starten. Het blijft natuurlijk niet bij praten alleen. Je moet het ook echt doen. En als we kijken aan het begin, hoe dit tot stand is gekomen, eigenlijk was er helemaal niets. En als je dan ziet wat er nu staat, dan is daar enorm veel werk voor verricht. En we hebben het wel met z'n allen gedaan, we hebben het met z'n allen geflikt. Food Second Life is een project waar we zeg maar bezig zijn met het omzetten van voedselverspilling in een positief iets. Namelijk betere maaltijden voor mensen die in de zorg zitten en werk voor mensen die in de zorg zitten. Food Second Life, dat is ontstaan ongeveer 2,5 jaar geleden. Zo lang zijn we er al mee bezig. En met het idee van er wordt zoveel eten weggegooid, wat nog goed is om daar iets mee te gaan doen. Food Second Life is zorgen dat we cliënten voorzien van goede maaltijden. Dat cliënten ook mee kunnen draaien in dit hele proces, dus in de keuken, in transport, in allerlei voorzieningen. Food Second Life begint uiteindelijk ergens bij een boer. Vervolgens gaat het naar de winkel, dus het wordt gekocht door een klant en wordt geconsumeerd. Of het gaat op de datum bij ons de vriezers in. 'S Morgens vroeg om 9 uur komt Albert Heijn. En die brengt dan gesorteerd brood, vlees, groentes, vers of diepvries brengen ze aan. Dan is er een begeleider met een cliënt. Die gaat het helemaal keurig op de kom en ook wegen, sorteren, stickertjes erop. Er komen producten van Albert Heijn komen er vrij die tegen einde THT lopen. Die worden opgeslagen in een gekoelde container of een diepvriescontainer. Daar neem ik samples mee, monsters mee. Die laat ik onderzoeken op microbiologische bacteriën. Het proces van Food Second Life begint eigenlijk natuurlijk bij het hebben van capaciteit. Dat betekent de menskant. Dat betekent dat wij mensen aanleveren uit de bijstand, uit de participatiewet. Die heel graag in de keuken zouden willen werken of daar vakvaardigheden op willen doen. 'S Morgens vroeg dan gaan we zeggen, nou, we gaan dit koken, jij gaat dit doen, ik ga dat doen. En dan samen wordt dat op een gegeven moment, ja, dan heb je 3 gangen. Food Second Life is zo lastig in de praktijk, omdat uiteindelijk het met heel veel partijen te maken heeft. Het heeft heel erg met voedselveiligheid te maken. We willen natuurlijk geen enkel risico nemen dat daar iets verkeerd gaat. Dus die stappen moeten goed voorbereid zijn. Dus er zitten ook een hoop, ja, om het zo maar te zeggen, bureaucratische dingen bij die gewoon geregeld moeten worden voordat je kan starten. Een project als Food Second Life kan alleen slagen met echt de juiste energie. Ja, ik denk dat dit heel belangrijk is, het gewoon doen. En dan wordt het een succes. Het project Food Second Life kan slagen door in ieder geval de business case op orde te hebben. Er gaat zoveel weg, zoveel wat goed is, daar werd ik wel een beetje verdrietig van. Ik denk dat dit kan gewoon niet. En uiteindelijk zullen we als bedrijven er altijd naar streven om zo min mogelijk voedselverspilling te hebben. Maar wat we dan als voedselverspilling hebben in te zetten in het verbeteren van zorg, is denk ik gewoon, ja, het meest ideale beeld van het stuk. Daarom moet het ook gewoon slagen.